Hallo allemaal, hartelijk welkom bij deel 36 alweer van Animal Crossing op, zo te zien, een donkere, regenachtige dag op Umeå. We zijn een dag voor de aankomende update van Animal Crossing, dus ik kom zeker dit weekend weer met een nieuwe video. Want we kunnen binnenkort zwemmen in de zee, we kunnen nieuwe karakters ontmoeten, nieuwe dorpsbewoners ontmoeten, we kunnen in de zee ook allemaal dingen vinden. Dus kortom, er is van alles om te doen. En laten we snel eens gaan kijken wat we hier allemaal hebben gevonden. Flora, mijn supervriend Zoetelief. Het is tja, echt hartstikke super moeilijk om iemand rechtstreeks te zeggen hoe je je voelt. Rechtstreeks bedoel ik, snap je? Dus ik schrijf het maar op, daar ga ik dan. Ik ben blij dat je mijn vriend bent. Nou, als dat toch het enige is wat je te zeggen had, zou ik zeggen, Flora, had dat gewoon gezegd. Niks mis mee. Ook andere dingen. Gewoon zeggen. Gewoon zeggen. Waarom niet? Als je deze video leuk vindt, dus bijvoorbeeld, gewoon zeggen. Gewoon even op duimpje omhoog drukken. Help je het kanaal ook echt enorm mee. Oh ja, Ik had mijn inventaris geleegd, zie ik. Daar gaan we zo even wat aan doen. Ik moet natuurlijk wel spullen mee, anders dan heb je niks aan je dag. KK Kelt staat op, die houden we ook gewoon erin, want ik vind KK Kelt geniaal. Bij de condors zetten we er wel nog even bij. Dit geld is zometeen weg, maar ik wil graag mijn gereedschap op de bovenste plank. Dus we gaan dit wel even verplaatsen. En ja, ik moet dan zeggen, ik heb enorm veel zin in de Animal Crossing update. Ik ben van plan om hem morgen sowieso te gaan streamen, ook op Twitch. Dus hou dat in de gaten. Maar we gaan ook zeker met een video komen erover natuurlijk. Dus mocht je nou geen Twitch hebben, of je kunt morgen niet op het moment dat ik ga streamen, geen nood, er komt ook een video. Maar in eerste instantie gaan we dus voor het streamen. Even kijken, we pakken deze gieter even mee, we pakken de katapult mee, deze en die. En dan voor de volledigheid ook eventjes de stenen bijl en de gouden gieter. Want ook die gouden gieter is natuurlijk awesome. Deze zet ik altijd hier even naast. En dan heb ik het voordeel dat zowel de gieter als de bijlen naast elkaar staan. Kun je makkelijk wisselen met je knopje. Goed, ik had rente gekregen van de bank. Dat is awesome. Oeh, een ontzettend groot onkruid. Hop, weg. Ligt helaas geen boot. Dus om onze kunstverzameling aan te vullen, zullen we moeten wachten. En ik ben benieuwd door wie het huis van Ronda gekocht is. Waarbij ik trouwens ook op video even moet zeggen, sorry Karin, dat ik Ronda heb laten gaan. Ronda was van Karin toch een wat geliefder karakter dan van mij. Dus ja, ik weet dat je het niet leuk vindt. Het spijt me oprecht. Ik hoop dat we er een toffe bewoner voor terugkrijgen. En ik beloof anders hierbij dat ik die weg zal pesten. Net zolang totdat Ronda weer terug is. Hoewel ik waarschijnlijk moet uitkijken met dat soort beloftes. Want ik kan me voorstellen dat iemand wegpesten tot je een bepaalde bewoner weer terugkrijgt, dat even duurt. Maar dan pesten we in elk geval door tot we een andere lieve bewoner krijgen. Kijk, dat is dan weer iets dat ik nog wel durf te beloven. We gaan hier natuurlijk nog weer eventjes 100.000 wegdoen. Dan hebben we bijna 15 miljoen klingels op de rekening staan. Dat is awesome. Ik moet nog even op zoek naar een eiland met echt goede knollenprijzen. Want ik heb nog een setje knollen binnen liggen. En dan halen we gewoon die 15 miljoen. Pam pam. Zijn er nog mededelingen? 8 juli, hele speciale dag, want dan is Jeremiah jarig. Kijk, dat is dus iets om te onthouden. Jerry als mijn favoriete bewoner. Nou ja, die gunnen we natuurlijk zeer zeker een toffe verjaardag. Hallo, Frita. Wat stond je daar lief te zingen? Mijn plannen voor de komende 7 uur. Video opnemen, video editen, video uploaden. Uitzoeken van wie dit is. Wat nog meer voor de komende 7 uur? Beetje eten, koken, slapen. En dan heb ik 7 uur wel gehad, denk ik.
Oeh, die kauwgomballen automaat kunnen we buiten neerzetten. Dat is awesome. Wat kosten de knollen vandaag? 66, dat is dramatisch. Oh, een welkomst. Oh, dat is nog wel tof. Een hartendeurplaatje, die kunnen we sowieso cadeau geven natuurlijk. Kopen. Deze kopen. Kauwgomballenautomaat, zeker. Bedankt, graag gedaan. Muren en dergelijke, geloof ik wel. Ik heb nog niks bij me om te verkopen, dus toedels. Laten we gaan kijken wie op de plek van Ronda komt wonen. Of het huis überhaupt al verkocht is trouwens, of dat we dus iemand moeten gaan zoeken. Want dat laatste kan natuurlijk ook. Oh, ik zag het ontwerp liggen. Ik denk, ik wil er niet heel specifiek naar op zoek, maar ja, als ik hem dan zo zie liggen, kunnen we hem natuurlijk net zo goed openen. Een perenmuts. Misschien moeten we daar eens wat mee. Ik heb heel veel fruitrecepten waar ik nog nooit ook maar iets mee gedaan heb. Misschien wordt het eens tijd. Oké, huis van Ronda, of eigenlijk wat eerst van Ronda was. Hey, Flik, je bent er weer. Wat nice. Ik dacht eerst, hey, ik heb een bewoner. Cool, kan ik vragen van wie dat boek is? Gaan we nu doen. Een verloren voorwerp. Keaton. Alweer? Die raakt wel vaak spullen kwijt. Ik heb de laatste tijd 2 keer... spullen gevonden en beide keren was Keaton degene die het ook was kwijtgeraakt. Ik herken het insect niet dat hier zit. Wat is dit? Een avondikiade? Oké, cool. Ik weet zeker dat ik die naam helemaal verpest heb. Te koop! Nook Inc. Nice! Dus we gaan zo even wat eilanden af. Kijken wat voor bewoners we kunnen vinden. Ik weet namelijk dat dat een onderwerp was dat ook aangevraagd was. Dus dat gaan we zo gewoon doen. Super! Oh, ik zie hier nu met de regen allemaal insecten lopen. Maar ik jaag ze ook allemaal weg. Sukkel dat ik ben. Keaton, jij bent als het goed is iets kwijtgeraakt. Of word ik nu van het paaltje naar de kastje van de muur. Paaltje naar de muur. Kastje van het kastje naar de muur. Dat is hem. Serveerderschort. Oké, ik beloof dat ik er zuinig op ben. Ik beloof ook dat ik er niks mee ga doen. Vissen vangen komt later. Hop, hop. Weet je wat het namelijk het nadeel is? Kersenwand, die perenmuts is wel cool. Het nadeel van op een video dit soort dingen willen doen. Oh, we hebben hem ook nog niet zo te zien. Dan gaan wij eerst even bij Bladders langs. Wat ik wilde zeggen, het nadeel van dit soort dingen doen op video is dat het vrij veel tijd kost om een Nook Miles eiland helemaal leeg te roven. Dus wat dat dan gaat, doe ik het liever op stream, het zoeken naar andere bewoners. Want dan kun je rustig alle eilanden leeg roven zonder dat ik direct een video van een uur heb waar ik dan veel aan moet knippen. We gaan nu dan dus vooral gewoon even kijken en als er geen toffe bewoner is, gaan we gewoon hop, onmiddellijk weer weg. Nee hoor, ik hoef geen extra informatie over deze soort. Er is ook niks waar je me verder mee van dienst kunt zijn. We gaan snel spullen droppen, gaan we op eilanden kijken. En dan ben ik heel benieuwd waar de dodo's ons heen brengen. Dat betekent wel dat ik nog even wat spullen moet droppen. Ik geloof ook niet. Nee, ik wou net zeggen dat ik een Nook Miles ticket bij me heb. Oké. Pam. Hier even naar binnen. Ik heb namelijk wel de hele tijd, elke keer als ik de opdracht had, geef Nook Miles uit, dan heb ik een Nook Miles ticket gekocht. Met als reden dat als je dat op die manier doet, dat je dan gewoon eigenlijk spullen erbij krijgt.
we brengen dit gewoon allemaal in de opslag. En het wordt dan gewoon goedkoper. Want je krijgt dan of 200 of 100 Nuke Miles. Dus je koopt in essentie gewoon dingen met korting. En dat is altijd gunstig. Even kijken, die stenen bijl, die hoeft niet mee. De gieter hoeft niet mee. Die gieter hoeft niet mee. En we gaan ook nooit een ballon daar vinden. Dus dat is allemaal gedaan. Dan durf ik nog wel ruimte te maken voor de Nuke Miles tickets die ik hier zie. We hebben er 9. Nou, daar kunnen we redelijk wat eilanden mee bezoeken. En dan gaan we dus kijken of we zeldzame bewoners tegen kunnen komen. Of schattige. Wolf is oké. Vosje lijkt me heel tof. Je hebt ook wel, ja, wat is dat? Een antiloopje volgens mij. Die zou ik ook graag op het eiland zien. Dus laten we gewoon eens kijken waar we heen gebracht worden. Door Dodo Airlines. Ti-ti-ti-ti-ti-di. Ik wil graag op reis. Met behulp van de Nuke Miles Bon. Let's go. Ik heb alles ingepakt. Jop, jop. Naar het eiland. En daar waren we. We staan aan de grond. Pak wat je pakken kan. Ja, dat geloof ik wel. Ik ben vooral benieuwd naar of hier nu dan dus een bewoner is. Wat een ontzettend kleurrijk eiland is dit trouwens. Met allemaal pakken en spullen. Daar ben ik dan niet direct heel erg geïnteresseerd. De enige vaste dingen die je natuurlijk kunt doen op zo'n eiland, dat is een item uit een boom schudden. Een mama beer in dit geval. Snel kijken of er niet toch ergens een fossiel begraven ligt. Of er geen zeldzame dingen hier te vinden zijn. Soms vind je hier namelijk toch nog ineens een fles die is aangespoeld. Maar die zie ik hier zo snel niet. Ik zie eigenlijk vooral heel veel onkruid. Daar kunnen we trouwens al vallen van maken. Dat is misschien wel grappig. Moeten we toch maar even een paar stukken onkruid grappen. Ik zie schelpen. Maar voor de rest niet iets dat super interessant is hier. Laten we nog eventjes naar boven gaan. Kijken wat we hier dan vinden. Ja, ik zie daar wel iets. Of iemand, moet ik zeggen. Ook een fossiel. Maar ik kan nou niet direct zeggen dat ik super onder de indruk ben van wat we hier zien. Aan persoon bedoel ik dan. Aan karakter. Er is nog Filbert. Oké. Ja, nee, ik voel Filbert niet zo. Ziet er op zich wel lief uit en het was ook leuk, oké, prima. Maar ik weet het niet hoor. Wat een hoop klei. Normaal gesproken krijg je toch iets anders uit stenen. Oh ja, daar hebben we dus ook weer Nuke Miles mee verdiend. Dat is hartstikke mooi. Ja, en voor de rest zie ik eigenlijk geen reden om hier dan heel erg lang te blijven hangen. Behalve als Filbert ineens allemaal ideeën krijgt, maar nee, we gaan toch niet voor Filbert in het dorp. Ben ik heel erg bang. Sorry Filbert. Je wordt het niet. Je bent niet door de selectie gekomen. Doe je niks aan. Maakt ook helemaal niks uit. Ik zou er vooral niet over in zitten, want ik weet zeker dat er veel meer bewoners zijn die niet door de selectie gaan komen. Je bent slecht de eerste, zeker niet de laatste. Komen we hier nog een goudklompje tegen? Dat is natuurlijk het enige nadeel van supersnel die eilanden willen doen. Het is sowieso het wel waard om toch eventjes tegen alle stenen aan te slaan in elk geval. Dan weten we zeker dat we geen goud missen, want ja, goud is natuurlijk wel super handig om toch mee te nemen, als dat eruit komt tenminste. Kijk, ijzer en steen, dat is allemaal prima. Het is niet alsof ik daar een tekort aan heb. Wel, ijzer, dat begon weer wat terug te lopen.
Het gaat ons natuurlijk gewoon vooral om de bewoners die we tegenkomen. Dus we gaan nu hier nog even staan. Pakken we deze steen nog even mee. Come on, goud. Ik vind ijzer ook goed. Maar ja, kijk. Kijk. Als we hier dus gewoon direct na het zien van die eekhoorn weggegaan waren, hadden we toch dat goudklompje maar mooi even gemist. Nou, nu dus niet. Hartstikke mooi, yeah. Goed. Dan was dat het hier op dit eiland. Wilbert, bedankt voor de feestvreugde. Ik zal het nooit vergeten. Ik ben het morgen alweer vergeten, weet ik zeker. Wij gaan weer weg. Yo, Wilbert, let's go. Ik wil naar huis. Ja, ik weet het zeker. Let's go. Daar gaan we op naar eiland 2. Goed, daar waren we. Bij het tweede eiland. En de vraag is dus natuurlijk weer, wat zit hier? Awesome! Wie ben jij? Ja, ik weet dat dit... Het zou natuurlijk, wat dan gaat, een vlot einde zijn, maar... Wat awesome! Een kangeroe of zo? Doe eens even vertellen. We gaan natuurlijk sowieso de twee dingen weer even doen. Dus kijk, daar hebben we direct het item. Stapel documenten. Dat is nou niet direct iets om over naar huis te schrijven. Hoewel, we hebben wel de documenten om het te doen natuurlijk. Oh, dat waren de wespen ook direct. Wop. Hoppatee, wesp gevangen. Gelukkig ben ik niet gestoken. Ik zag hier net ook nog een mug, dus dat steken, dat kan natuurlijk altijd nog. Tam, pam, pam, pabadam. Hallo, wie ben jij? Hot Jan Hagel, wat krijgen we nou? Je moet... Oké, never mind. Nee. Oké. Doei. Je bent niet heel vrolijk, je kijkt gemeen. Ik heb het al wel gezien. Aan de kant, Rooney. Kom hier nog even tegen stenen aanboksen en dan ben ik hier ook weer weg. Ziet er cool uit, is niet de meest vriendelijke villager die er te krijgen is. Wat dus betekent dat we gaan. Ik hoop dat hij wordt opgefroten door de muggen hier, net zoals ik. Hey, kijk, tweede goudklompje. Dat maakt dit het sowieso al waard. Nou, de kans op twee goudklompjes op één eiland is wel zo klein. Dat we het gewoon gaan proberen. Wie weet... Net zoals met shiny Pokémon. Een shiny is een shiny. Dus wie weet lukt het gewoon om een tweede goudklompje. Goud is goud in dit geval. Maar ik denk dat we het verkeerde soort metaal hier nu gaan vinden in de vorm van ijzer. Wel een hele hoop ijzer trouwens. En is het nou mijn illusie of staan deze eilanden in de zomer voller met onkruid dan in de winter? Ik heb het idee dat hier nu meer onkruid staat. Misschien ligt dat aan mij. En als we terug zijn, dan booby-trappen we het hele eiland. Daar heb ik dan genoeg takken en andere spullen voor. Worden we ineens heel gemeen natuurlijk, dat dan alleen weer wel. Onkruid, nog meer onkruid. We hadden alle andere dingen al. Even kijken, er was volgens mij ja, hier nog een steen. Oeh, nog een fossiel. Jawel, jawel, jawel. Nou hoeven we op zich die fossielen niet zo mee te nemen. Want we hebben alles al, maar het is toch wel weer extra geld. Extra nook miles in potentie natuurlijk. Als je de opdracht krijgt dat je je fossielen moet laten analyseren. Ik vraag mij af waarom ik nou nog steeds niet gestoken ben door die mug. Want dat zou toch inmiddels al wel gebeurd moeten zijn, zou ik denken. Misschien doordat we steeds op blijven bewegen is het lastig voor hem. Oké, nou, in elk geval twee eilanden, twee bewoners. En ook twee eilanden, twee goudklompjes. Ik ben tot nu toe helemaal niet... teleurgesteld in wat... Wat ben ik eigenlijk? Nee, ik ben helemaal niet teleurgesteld in wat we tot nu toe gevonden hebben hier. Moet ik zeggen. Dus we gaan snel naar huis en dan is het tijd voor eiland nummer 3. Is het dan ook 3 maal scheepsrecht met de bewoners? Dat is dan de grote vraag. Ik durf het mij namelijk af te vragen. Wop, we kunnen onmiddellijk weer vertrekken. Dat is dan wel weer een voordeel. Ik wil op reis. We hebben gewoon al die Nook Miles dingen direct bij ons. Jap.
Ik heb een Nook Miles bon. We zijn klaar voor vertrek. Yes, ik heb alles ingepakt. Let's go, let's go, let's go. In het ultieme geval dat we echt iets heel zeldzaams tegenkomen, drop ik gewoon alles behalve het goud. En de rest, ja, en trouwens ook de gouden bijl. Daar heb ik namelijk een recept nog niet van. Die moeten we bewaren, maar de rest kan allemaal opnieuw gemaakt worden. Dus dat laten we dan gewoon voor wat het is. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, wie komen we hier tegen? Dit is Bamboe Eiland. Dat is op zich voordelig, want dan ben ik snel mee klaar. Wow, een muis? Een muis. Oké. Greta. Aangenaam kennis te maken. Je séjour. Oeh. Nou. Ergens ziet Greta er een beetje eng uit, vind je niet? Ergens vind ik Greta een beetje eng. Komt misschien door de lipstift. Dat zal het denk ik zijn. Greta, we moeten je gezicht eventjes iets duidelijker in beeld hebben. Ja, nee. Nee, ik ben eruit. Greta is het ook niet. Even kijken, we krijgen hier ook geen jonge lentebamboe mee. Ik neem natuurlijk aan dat dat op zich niet zo'n hele grote verrassing is. Aangezien het geen lente meer is. Dus dan heb je natuurlijk ook geen lentebamboe. Dat betekent dat ik hier nog heel even een rondje strand ga doen. Om te kijken wat daar voor de rest nog ligt. Blijven bewegen om ons natuurlijk uit de grijpgrage. Wat zijn het eigenlijk? Steekzuig dingen van de muggen te houden. We gaan hier wel even kijken of dit een haai is of een zuigvis. Want tegen een haai zeg ik ja graag. Tegen zo'n zuigvis zeg ik dat is jammer. Moet hier natuurlijk alleen wel voor het gezicht, bek, kop. Wat heeft een haai eigenlijk? Een kop, denk ik toch? In elk geval de voorlanden. Daar, dat is goed genoeg. Come on. Oeh, dit is iets groots. Dat is gunstig. Oké, dat had gunstig gekund. Maar op zich mag ik natuurlijk niet klagen. Het is beter dan een zeebaars. Dat is iets dat zeker is. Oké, snel even kijken of we hier dan toch nog weer goud kunnen vinden. We hebben 2 voor 2, dus gaan we 3 voor 3. Dat is dan natuurlijk de grote vraag. Kijk, klei, dat kan me allemaal wel gestolen worden. Dat was niet helemaal de bedoeling. Dat heb je eigenlijk alleen nodig voor potten en voor wat andere, ja, wat kleinere dingen. Dus dat is niet direct heel erg waardevol. Ik bedoel, ik neem het wel mee. Want anders dan ligt het hier ook maar zo. Maar steen en ijzer zijn wat dan gaat bruikbaarder samen met hout. En hout natuurlijk niet alleen, maar ook goud. Want hout komt niet uit stenen. Oh, ik zie daar een insect zitten. Een Goliathkever is dat volgens mij. En Flik is natuurlijk op ons eiland. Dus misschien dat we die zomerzee nog even moeten proberen te verkopen. Moet ik hem natuurlijk alleen wel kunnen vangen. Want tot nu toe springen die beesten echt super snel weg. Elke keer dat ik er ook maar een beetje bij in de buurt kwam. Dus ik durf niet te garanderen dat dit nu goed gaat. Maar we gaan het gewoon proberen. Nee, mis. Ik dacht dat ik wilde het niet te vroeg doen. Maar oh, ik dacht ook als ik nog een stap zet, vliegt hij me misschien sowieso weg. Ah wel, we hebben het geprobeerd. Dit is niet de meest handige manier om tegen stenen te slaan. Want elke keer dat je weer een beweging moet maken, scheelt dat weer in tijd. Kijk, en daardoor missen we dus sowieso een ding. Oh, en onze schep is kapot. Dat is ook enigszins onhandig. Aangezien het de enige schep is die ik bij me had. Gelukkig hebben we inmiddels genoeg steen en ijzer opgepakt. Dus het enige wat we dan misschien nog even moeten doen, dat is, volgens mij is het bij steen een kwestie van hard hout. Dus wat dat er gaat, hielp deze palmboom ons heel goed.
En ik geloof dat we aan 3 genoeg hebben. Dus dan zijn we nu klaar. Maar we kunnen natuurlijk net zo goed eventueel andere bomen als het nodig is ook nog omhakken. Wat heb ik hier nu nog net gedaan? Oh, kijk, verzameld 10 hout. Keurig. Kijk, dat zijn toch weer allemaal van die dingen die je dan even binnenkopt terwijl je gewoon de game speelt. Je hoeft niet eens actief op zoek te zijn naar Nook Miles om het Nook Miles Plus programma te gebruiken. Even kijken, ik wilde een schep. 5 hardhout had ik nodig. Oké. Give me a moment. Gaan we hopelijk fixen. Maar in elk geval niet met deze boom. En dan moet dat dus misschien op het volgende eiland. Oh, hé, hij zit er weer. Naha. Krijgen een tweede kans. Ik schat mijn kansen niet hoog in, maar we gaan kijken. Ik stond iets dichterbij dan de vorige keer. Wat had ik anders moeten doen? Drop het in de comments. Ik heb oprecht geen idee. Volgens mij deed ik hier vrijwel alles goed, behalve het uiteindelijke vangen. Dat is voor verbetering vatbaar. Dus, let me know. Ik ben heel benieuwd. We kunnen in elk geval iets maken. En we kunnen de schep maken. En dan met behulp van ijzer ook direct weer de gewone schep. Iets dat ik trouwens in de vakantie sowieso van plan ben om te doen. Want morgen is mijn laatste werkdag. Dus daarna is het zomervakantie. Dat is dat we onder andere gouden doe-het-zelf recepten gaan zoeken en vinden op Twitch. Dus als je me nog niet volgt op Twitch, doe dat dan. twitch.tv/crazykoenyt. Link staat ook in de beschrijving. En volg me daar dus voor Animal Crossing livestreams. En hou natuurlijk ook gewoon het kanaal in de gaten voor Animal Crossing video's, want we blijven gewoon de video's maken. Ik zie jullie weer op het volgende eiland. En daar waren we weer op een rijkelijk begroeid perziken-eiland. Kijk, dat is dan wel weer zo'n ding waarvan ik zeg, goed, dat nemen we mee. Dit is zo rijk begroeid. Dit kan gewoon uit. Waarom heb ik ooit dit soort eilanden eerder gezien? Niet dat ik me kan herinneren, volgens mij. Man. Ja, we zitten zo gewoon vol. Dat voel ik nu al aankomen. Wat is dat? Een specht? Sparrow. Trainen. Oh, dit is gewoon een vreed. Een wasbordjeswalhalla. Ja, maar we hebben al een teddy. Ik hoef geen tweede teddy. Ted is Ted, zeg maar. Oeh, een zomerschelp. Dips. Het zijn dan toch weer mooie dingen om mee te nemen. Laat ik voor de vorm toch ook nog even hierboven kijken. Maar ook hier staan volgens mij alleen maar bomen waar fruit in zit. Wat op zich interessant is natuurlijk. Hoeveel ruimte heb ik nog? Oh, meer dan ik dacht. Ik denk toch dat we zometeen in onze zoektocht ook even een tussenstopje moeten maken. En met tussenstopje bedoel ik dan een stopje om te verkopen. Want we hebben nu toch volgens mij zoveel spullen gevonden dan wel opgepakt. Dat het uit kan om wat te verkopen. De rest dumpen we gewoon op de grond of even in huis is trouwens slimmer, anders dan raken we misschien onze 5 sterren rating kwijt van het eiland. Die heb ik 2 video's terug volgens mij behaald. Dus als je die wil zien, check die zeker nog eventjes. Deel 34, ja 33 of 34 zal het geweest zijn dat ons dat gelukt is. En ik begreep van Myung ook, die mij via Facebook een bericht stuurde, dat ik ook al de speciale bloem die dan verschijnt, een Lily of the Vale is het in het Engels. Een lelie van dagen of van dalen. Ik weet even niet helemaal meer wat de vertaling is. Maar die schijnt al ook op ons eiland te groeien. Kijk of je hem spot daar in die video. In de laatste video hebben we het dan over. Want hij schijnt te zien te zijn. Myung had hem gespot. Zo. Dit is dat. Zitten hier dan nog die insecten? Nee. En dus nogmaals, drop
even in de comments hoe ik aan dat insect had moeten komen. Wat had ik anders moeten doen? Had ik anders moeten naderen? Zag hij me aankomen? Maakte ik het daar te makkelijk mee? Dat zijn dan de dingen die ik me afvraag. Ja, voor de rest denk ik niet zo dat hier heel interessant visspul zit. Oké, ik moet 5 vissen vangen, dus we kunnen wat dat gaat even de hengel werpen. Natuurlijk niet die vis net een andere kant op zwemmen, dat is een beetje jammer. Kom hier jij. Come on! Let op, weer de andere kant op. Nee, toch niet. Dit keer hebben we hem wel. Als dit afval is... Seriously? Ach, we gaan toch spul verkopen. Kunnen we het net zo goed meenemen. Maar wat een troep. Hé, loop ik hier vast? Interesting. Oké. Wop. Nu weer overheen. Had ik deze steen al gehad? Nee. Dat is enigszins jammer, want dit had ik beter zonder lopen kunnen doen. Maar goed, we lopen er voor nu nog steeds goed heen. Laatste ook? Nee. 1 steen, ook enigszins jammer. Wel genoeg ijzer dus weer. Nou, dit geloof ik allemaal wel. We gaan even snel bij de Nooklings langs. En dan gaan we sowieso nog 1 eiland doen. En ik zit eraan te denken, stel ik vind niemand, dan zou ik na het maken van de video misschien nog kunnen overwegen om live te gaan. Op zijn minst, als we dus geen vos, wolf of rendier vinden, dan laat ik het gewoon zo. Gaan we kijken wat er dan verschijnt, want ik heb ook nog wat rendertijd nodig. Ik moet deze video iets heftiger editen dan de gemiddelde Animal Crossing video. Het is nog steeds niet heel veel werk, maar... Nou, als ik zo zie, het renderen duurt soms al 2 uur. Dus ik hoop nu al dat ik de 7:15 haal. Ik hou er rekening mee dat dat misschien niet lukt. Moet ik niet ook nog gaan livestreamen? Want dat is niet handig. Ik kan natuurlijk wel altijd kijken wat er gebeurt als ik dan na het online zetten van de video nog even ga livestreamen. Dat is misschien nog een optie. Maar misschien lukt het ook wel. Dus is deze hele gedachte helemaal niet van toepassing. We gaan het zien. We gaan in elk geval eerst spullen verkopen. Wat wil ik precies verkopen? Nou, vooral natuurlijk die oude band. Oh, die wespen natuurlijk niet. Die gooien we naar Flik. Deze heb ik al. Die gisanten zijn niks waard. Die mogen verkocht worden. Die bamboescheuten houden we. Komen zo een heel eind. Ja, prachtige dingen. 4400 klingels. Geeft u maar mee. Altijd fijn, altijd fijn. I know. Nu nog even kijken of we Flik snel kunnen vinden. Oh, dat ging rapper dan ik had verwacht. Tuurlijk ken ik jou nog wel. Ja. Oké. Ik wil graag dat jij beestjes van mij koopt. Te weten... Deze 2. Hele zwerm, yes. Kijk, dat is toch al meer dan dat ik van de winkel gekregen zou hebben. Dus mijn dank is groot, zullen we maar zeggen. Als ik er meer vang, hoor je het zeker, maar eerst. Deze nog even opgraven. Woehoe! En dan snel naar huis voor het dumpen van de laatste spullen. Sorry. Ik heb het idee dat ik constant met insecten vandaag gewoon alles aan het verpesten ben voor iedereen. Inclusief mezelf. Even kijken, deze takken wil ik toch even opruimen. Want dat is zo'n ding dat draagt bij aan het vervuilen van je eiland. En we hadden het net over die lelie van Dalen. En volgens mij... was mij gezegd... Ah, yes! Daar is hij!
inderdaad een Lily of the Vale bij het bankje. Had je hem gevonden in de video? Ja, ik snap natuurlijk dat jij minder makkelijk mee wil. Wil het dan vanaf deze kant? Oh, of sta jij vast op je plek? Dat kan natuurlijk ook. Oh nee, niet. We kunnen hem wel opgraven. Het lag gewoon aan de bank. Die ik dan dus nu ook weer terug moet gaan zetten. Daar, hier plaatsen. Eentje daarachter. Zo, en het is dus inderdaad een lelietje van Dalen. Die we dus hebben. Awesome! Is alleen te krijgen op 5-ster eilanden. Als je een 5-ster rating hebt. Dus als je die tegenkomt, dan weet je dat je een 5-ster rating hebt. En als je die 5-ster rating hebt, kun je ook allemaal gouden... Of het recept krijgen in elk geval voor de gouden gieter. Dus pik die dan zeker mee. Wij gaan de lelie van Dalen een speciaal plekje geven. Hop! Vlak bij het huis. Cool dat we die nu hebben. En dan gaan we nog één vlucht maken. Als ik zo ook naar de teller kijk. Het zou kunnen dat dit dus een wat langere aflevering wordt. Ik weet namelijk niet precies hoeveel ik weg ga knippen. En ik sta nu al op de 40 minuten. Zo lang wordt de aflevering dan dus naar alle waarschijnlijkheid niet. Maar je weet het niet. We gaan een volgende aflevering in elk geval ook eens een keer het eiland booby trappen. Want ik heb nu zoveel onkruid en takken dat het booby trappen makkelijk te doen moet zijn. Ik ben heel benieuwd hoe bewoners daarop reageren. Ik denk niet dat het goed is voor mijn relatie met de bewoners. Maar voor jullie offer ik die natuurlijk graag op als dat nodig is. Die nog even opbergen. Laatste fossiel nog even opbergen. En dan gaan we de laatste vlucht maken. En daar zijn we, op het laatste eiland. En dan ben ik heel benieuwd waar je ons hebt neergezet, Willy. En belangrijker, wie wij hier gaan vinden. Het is in elk geval... Oh, het is weer zo'n drietraps eiland. Dat is nou niet direct het beste. Zeldzame dingen vind je er in elk geval zelden. Pak toch even zo'n schelpje. Dat is in elk geval gunstig. Er wil wel eens af en toe iets nog ook op het strand liggen. Kijk, we pakken een strandbal in elk geval even mee. Maar ja, voor de rest... Ja, dit is weer exact hetzelfde eiland als het eerste. In elk geval qua layout. Zouden we hier dan ook weer goud gaan vinden? Dat is natuurlijk een interessante vraag. De bewoner is helemaal boven. Daar gaan we zo kijken. We gaan eerst weer de standaard dingen uit de bomen schudden. Dat wil zeggen de items. Of nou ja, eigenlijk het item, want we hebben er eentje. Kijk, vinden we toch weer een extra ontwerp. Dat is keurig. Laat het dan alleen ook een ontwerp zijn waar we iets aan hebben. Doe het zelf plan. Heb ik al voor een ijzeren harnas. Is wel een tof ontwerp. Dus die ga ik in elk geval buiten neerleggen. Moeten we nu nog even de wespen zien te vinden. Alsof je het over de duvel hebt. Hoppatee. Nice. Wesp gevangen. Ja, voor de rest kan ik natuurlijk wel blijven schudden. Maar daar gaan we niet zo heel veel mee bereiken. Vraag 1 is, gaan we hier nog goud vinden? Deze eilanden zijn natuurlijk voor het snel en makkelijk verzamelen van grondstoffen wel heel handig. Hé, hey, dit is een andere variant van Tipper. Dus dat betekent sowieso dat het een no is wat betreft kiezen, maar we gaan wel even praten. Hallo, wie ben jij? Norma! Ze klinkt een beetje als een vrouwelijke Jeremiah. Maar een koetje hebben we al, dat betekent helaas dat we Norma ook niet mee gaan nemen. We gaan wel nog even kijken wat er in de stenen hier zit. Want eigenlijk wil ik nog graag wat goud. En het zou natuurlijk wel heel cool zijn als dat hier lukt. Want het voordeel hier van die stenen is dat alles heel dicht bij elkaar ligt. Dus je kunt vrij snel van steen naar steen. Ik
schep nu opzettelijk midden en rechts weg. Zodat ik zeker weet dat ik ook dat onkruid dan gewoon toevallig meeneem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oeh, gewoon alles. Keurig. In elk geval goed voor het ijzer. Ik bedoel, we kunnen het altijd weer gebruiken voor toffe dingen. Misschien moeten we dan een ander eiland, andere eilandinrichtingen gaan overwegen op termijn. We moeten alleen niet gaan scheppen. We moeten juist slaan. Zo. Bijna helemaal. Er is daar nog een steen waar we niet geweest zijn. Dan hebben we in elk geval uit deze zoektocht natuurlijk 2 goudklompen gehaald. Misschien zelfs nog een derde. We hebben nog 2 kansen. Laten we eens zien. Het kan nog, het kan nog, het kan nog, het kan nog. Kan hier niet meer. En nu hier afblijven, Norma, van mij. Ziet er ook uit als een weinig belovende steen. Inderdaad, helaas. De zoektocht naar een dorpsbewoner gaat dus misschien live verder. Als je nieuwsgierig bent, kijk dan nadat deze video uit is op een Twitch. Om te zien of ik live ben, twitch.tv/crazycoonyoutube. Link staat in de beschrijving. Als ik daar live ben, staat het ook op social media. Dus daar kun je me ook volgen. Link daarvoor ook in de beschrijving. Twitter, Facebook en Instagram. Daar ben ik op te vinden. Vond je deze Animal Crossing video nou vet? Beloon hem dan zeker met een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Deel deze video natuurlijk via social media. En toppers, enorm bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag weer in de volgende. How do?